Passagiers die uit Nederland komen moeten 5000 SRD betalen voor bewaking wanneer ze ervoor kiezen om in thuisquarantaine te gaan. Dit zei minister Umar Ramadien van Volksgezondheid gisteren op de COVID-persconferentie. De bewaking is om te garanderen dat de mensen daadwerkelijk voor 10 dagen zijn afgezonderd op hun eigen locatie. Het is namelijk vaker voorgekomen dat personen in thuisquarantaine gewoon de straat opgaan tijdens de verplichte afzonderingsperiode. Ramadien gaf aan dat het geld niet naar de staat gaat, maar naar het bewakingsbedrijf. En ik ga u 3 concrete gevallen geven. Een meneer komt vorige week dinsdag aan in Suriname en donderdag zit hij in de wachtkamer van zijn dokter. Ja, hij heeft medische hulp nodig, dus hij gaat uit huis met alle risico's. Dezelfde familie waar de DC van Saramaka naar refereert, zijn familieleden gesignaleerd en geconstateerd dat zij de zondagse markt hebben bezocht. Afgelopen zondag. Moeten wij als volksgezondheid en als regering geen maatregelen treffen vanwege het feit dat dezelfde mensen ons vertrouwen geschaad hebben? En dat wil ik niet generaliseren, maar dan moet ik als overheid en als verantwoordelijke persoon, minister, wel een maatregel nemen die helaas voor ieder geldt, maar voor het nationaal belang wel heel belangrijk is. Met name dat wij de mensen 2 alternatieven hebben gegeven. 1 is nog steeds uw boeking te doen. De mensen zijn vanaf gistermiddag gebeld. Ik ben continu in overleg geweest met de directeur van SLM. De mensen zijn continu gebeld om nog steeds hun boeking te doen, anders kunnen ze niet afreizen naar Suriname. En het tweede alternatief was, er is een mogelijkheid dat u in uw huis gaat. Maar de overheid heeft besloten dat u beveiligd gaat worden. De beveiliging wordt gedaan door mensen die zijn getraind in quarantainebeveiliging. Minister Ramadien benadrukte dat deze gewijzigde maatregelen sinds de vorige week zijn doorgegeven. Wij hebben gezegd, de mensen wisten dat het luchtruim gesloten was. Ze komen terug. Er zijn veranderde situaties. Helaas is dat nog eenmaal zo met COVID-19. Het is duidelijk doorgecommuniceerd sinds de vorige week dat de maatregelen, de voorwaarden zullen komen. En dat wij in ieder geval de volksgezondheid, de mensen moeten beschermen in Suriname. En dit bedrag van 5000 heeft te maken met het feit dat de mensen die hebben gekozen voor die optie, het bedrag van 5000 betalen aan een bewakingsbedrijf en niet aan de overheid. Dit is wat ik kan zeggen over het feit dat wij deze ontwikkeling nu zien. En dat wij dat natuurlijk jammer vinden. Dat deze kosten op het bord komen van de mensen. Tot zover minister Umar Ramadien van Volksgezondheid. Hij sprak gisteren op de COVID-19 persconferentie in de congreszaal. Passagiers die uit Nederland komen moeten 5000 SRD betalen voor bewaking wanneer ze ervoor kiezen om in thuisquarantaine te gaan.